We gaan René van der Gijp, voetballer bij PSV, maakte vorige week het doelpunt van zijn leven. Nou, daar gaan we nog eventjes naar kijken. Gullit, geen buitenspel van der Gijp. Norton. Oh, wat een mooie! Wat een subliem doelpunt! Die gaan we drie keer herhalen. Zoiets hadden wij nou gehoopt in onze afscheidswedstrijd. En het gebeurde ook. René van der Gijp krijgt hem hier voor de voeten en ineens 2-0. Er zijn 37 minuten gespeeld. René, nou dat was hem dus eventjes. Het doelpunt van zijn leven. Afgelopen woensdag maakte hij er trouwens weer een. Dus René blijft scoren natuurlijk met zijn goede doelpunten. Maar hij heeft een ander probleem. Niet alleen omdat hij niet opgesteld staat, nog steeds niet voor het Nederlands elftal. René heeft een veel te grote hond. En dat beest heet Sico. Het is een heel braaf beest, maar hij heeft een paar... er zijn een paar moeilijkheden mee natuurlijk. Hè. Ten eerste krijg ik hem bijna niet in mijn auto. En ten tweede gaan we altijd naar de markt. En dan is hij zo gek op stroopwafels dat zodra hij die stroopwafeltent ruikt, dan zou hij die tent helemaal willen molesteren voor één stroopwafel, bij wijze van spreken. Wat gebeurt er op zo'n markt dan? Nou, ze maken daar stroopwafels, maar verse. Volgens mij ruikt hij dat. Die, uit een zakje is hij ook wel gek op, maar verse, dat is helemaal het einde voor hem natuurlijk. Hij denkt nou namelijk dat ik een stroopwafel in mijn rechterhand heb. Kun je even een demonstratie geven? Ik kan het wel doen. Wacht. Maar nou bij mij, omdat ik het ben, doet hij rustig. Maar ik denk, als jij zo'n klein stukje in je mond zou doen, dan ben je halve gezicht kwijt, denk ik. Dan is die bang dat je mond peet natuurlijk. Waarom ben je zo gek van die honden? Nou, gewoon omdat, ja, hij, ik vind het een beetje, lijkt een beetje op een mens. Hè? Hij heeft net zo'n grote kop als een mens, hè? Dat vind ik het leuke ervan. Een beetje die uitdrukkingen van een mens ook. En ja, kijk, je wilt toch met wat over straat lopen. Want een poedeltje, als ik iemand met een poedeltje over straat, dan heb ik altijd dat idee van, oh, meneer toch, hoe kun je dat nou doen? Laat je dochter of zo nu mee over straat gaan lopen. Dat gevoel heb ik altijd, dus daarom heb ik een grote gekocht. Het probleem is dus de auto, dat hij dus helemaal niet in de auto gaat. Maar hoe gaat dat, als je met je vriendin op stap gaat en de hond gaat ook mee? Grote schepen hebben lang werk uitvaren, zei mijn opa altijd. René van der Gijp.